De kracht van Zuid-Limburg wordt enorm versterkt door slim samen te werken over de grenzen heen. Tijdens de werkconferentie Citydeel Eurolab is gewerkt aan een eu-regionale coalitie die dit mogelijk gaat maken. Als we welvaart en welzijn willen creëren voor onze mensen, dan moeten we ons niet alleen focussen op Brussel of op Den Haag, maar moeten we echt over de grens kijken naar dat hele gebied waar prachtige opportuniteiten zijn en waar we eigenlijk door elkaar te vinden veel meer gaan kunnen bereiken. Er wordt al jarenlang gesproken over grensoverschrijdende samenwerking. Toch komt het maar moeizaam op gang. Ik denk dat we elkaar nog onvoldoende kennen en dat we eigenlijk ook die identiteit van uw regio, dat we die duidelijker met verhalen moeten gaan bundelen. Dat we daar die communicatie naar onze burgers beter moeten gaan organiseren en dat we daardoor ook veel meer kracht gaan hebben om die barrières weg te werken. Zuid-Limburg kampt met een aantal grensproblemen die oplosbaar zijn, aldus LED-voorzitter Jos Snijders. Door grenzen letterlijk en figuurlijk op te zoeken en samen oplossingen te bedenken. De besef is daar, de ambitie is daar. Nou, dan gaan we weer verder om dat in daden om te zetten en daar is LED voor om daar weer de initiatieven voor te nemen. Citydeal Eurolab staat een pragmatische aanpak voor. Niet wetten veranderen, maar harmoniseren. Op regioniveau zoeken naar maatwerk. Hulp vanuit Den Haag en Brussel is daarbij wel nodig. Meestal, als het gaat over grensoverschrijdende samenwerking, wil het nog wel eens wat vreugdeloos worden, maar dan gaat het over belemmeringen. En deze keer ging het over kansen en over mogelijkheden en potenties. En dat hoort bij die Citydeal die we hier aan het maken zijn en waar we vanuit Den Haag over de volle breedte graag aan meedoen. De regio is echter eerst zelf aan zet. Interessant wordt het op het moment dat het concreet wordt en deze regio zegt, dit zijn wij van plan en dit hebben we ervan nodig vanuit Düsseldorf of vanuit Brussel of vanuit Den Haag. En dan denk ik dat het niet alleen voor deze regio oké is, maar dat het ook voor Nederland oké is.